Ik praat hier met Jeroen Veger. Hij is een van de partners van en oprichters van Assembled. Assembled 3D, een 3D-lab in Haarlem. Wat doet Assembled precies? Assembled doet eigenlijk heel veel dingen op het gebied van 3D-printen. We hebben onder andere de 3D-makerzone in Haarlem. Daar sta ik nu. Dat is onze eigen faciliteit. Ik zie het, We doen live events, een aantal projecten rondom 3D-printen. Jullie zijn echt gewoon de 3D-helden zeg maar, in Nederland die proberen het hele bedrijfsleven erbij te betrekken. Nou, praat hier even over 15 juni, want dan is er een conferentie, een 3D-conferentie. Ja. Waar vindt die plaats? Wat voor gebeurt er en wie mag erheen? Exact. 15 juni aanstaande dus in het Vondelpark in Amsterdam, in het Vondel CS. De 3D Print Conference 2017. Ja. De derde conference die we organiseren daar. Was er vorig jaar, was hartstikke leuk. Ja. Ja, rondom 3D printing en dus echt het over transforming industries. En de future of 3D printing, dus waar gaan we naartoe met 3D printen? 4D printen komt aan bod. Onwijs leuke middag van 2 uur 's middags ongeveer. En we gaan door in de avond, want we hebben een diner. Ook daar kan je dus voor uitgenodigd worden. Ja. Een invitation-only event namelijk. Dat is, dus niet iedereen kan erheen. Je moet wel wat zijn. En het gaat over smart industries. Dus je zult wel mensen uit de industrie willen hebben. Maar wie voldoen daaraan? Exact. Dat zijn eigenlijk dat zijn de captains of industry of de innovatiemanagers. Die allemaal wel van 3D of 4D printing gehoord hebben, maar niet precies weten van de hoed en de rand. En daar wel een stap in zouden willen maken. En die eigenlijk voorbeelden nodig hebben van hoe is 3D printing nu eigenlijk al de industrie aan het transformeren met deze nieuwe technologie. Ja. Dus het belooft een hele mooie middag te worden met tal van sprekers, professoren die... Eigenlijk alles kunnen vertellen. We hebben een professor uit Aken, die zit onder andere ook bij MIT aangesloten. Die gaat alles vertellen over customization. En heeft een studie gedaan naar de toekomst van 3D-printing. Want hoe ziet dat eruit in 2030? Nou, dat is natuurlijk al... 2030? Nou, mooi. Ik zie het weer helemaal... Ja, jullie hal is al wat mooier. Er zitten wat meer halletjes en wandjes en toestanden. Ik ben er vorig jaar ook geweest. Het was een hartstikke interessante conferentie vanwege 2 dingen. Enerzijds sprekers. En anderzijds ook de mensen die er allemaal waren. Want iedereen was eigenlijk bezig met 3D-printing in de smart manufacturing en andere plekken neer te zetten. En natuurlijk met maintenance, met onderdelen begint het ook interessant. Ja, dat ding van 200.000 euro, daar zie ik in de achtergrond die van die mooie dingen maakt. Het is hartstikke leuk om bij jullie bij dat evenement te zijn. Oké, als ze dus uitgenodigd willen worden, hoe doen ze dat? Dan krijgen ze van jou een code, het liefst. Maar je kan gewoon de code gebruiken, special guest 2017. Dus special guest 2017, die voer je in bij de registratiepagina op 3D-printconference.com. Oké, dus hoeven niet, dan zijn ze ook meteen goedgekeurd. Dus als mensen dan zijn ze daar gelijk doorheen, dan hoef je niet te betalen. Je bent uitgenodigd, dit is de invitation code. Dus dat is special guest 2017. Oké, maar het is alleen maar voor mensen die dus gewoon zeg maar bezig zijn met 3D-printing in de smart manufacturing. Hoe zit het met studenten als ze willen komen en ze bezig zijn, designs? Ze hoeven niet per se al bezig te zijn met 3D-printing. Dat is natuurlijk mooi. We hebben bijvoorbeeld HP komt alles vertellen over 3D-printing. HP begint ook, eindelijk. Wauw. Ja. Fantastische machine. The giant wordt wakker, echt zo. Entrepreneurs. Dus iedereen met deze code mag gewoon naar binnen. Als je gewoon op mijn nieuwsbrief staat en je weet die special guest 2017, dan mag je gewoon naar binnen. Ja, we hebben natuurlijk wel een limiet. We hebben ongeveer max 200 mensen die erin kunnen. Dus het moet wel snel zijn. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zeg maar. Jeroen, dankjewel. Top. Ik ben erbij. Okay. 15 juni in het Vondelpark. Prachtige omgeving. Geweldige sprekers. Geweldige bezoekers. En ook nog gewoon gratis met deze special guest 217 uitnodiging. Tot dan. Oké, tot dan Vincent. Dankjewel.